welkom bij een nieuwe video. Sophia en ik laten zien hoe je 5 kapsels voor een dreumes kan maken. Het zijn kapsels die lekker makkelijk zijn. En de eerste is een kapsel waarbij ik aan 2 kanten 3 staartjes in elkaar laat overlopen. En ik begin met het eerste staartje, de tweede. Dat ziet er zo uit. En dan tot slot de derde. En dan de andere kant. Ik geef Sophia altijd iets om af te leiden, zodat ze niet continu gaat zitten bewegen, alhoewel ze al genoeg beweegt. En dit is het resultaat. Tada! Doei! Kapsel nummer 2. Eerst even borstelen. En dan geef ik even iets ter afleiding. Ik ga dit keer aan 2 kanten een knotje maken. Ik probeer een scheiding te maken. Dat vind ik nog lastig. Maar ik probeer het gewoon. En dan maak ik het knotje aan 1 kant. Dit is een heel makkelijk kapsel en het staat gewoon ontzettend leuk. Zo. Dat is 1. En dan de andere kant. Zo, ik gebruik zachte elastiekjes. Die vind ik altijd het fijnste. En Sophia probeert al een knipje aan te geven of in haar haar te doen. Zo. Nummer 2. Zo, even knipjes voor de losse plukjes haar. En aan de andere kant. En dit is het resultaat. Goedemorgen. Bij dit kapsel gaan we aan beide kanten een invlecht maken. Ik probeer de scheiding zo goed mogelijk te maken en goed alles door te borstelen. Ondertussen eet Sophia een appeltje. En daar ga ik vlechten. Het is heel makkelijk, gewoon elke keer een plukje erbij en zo helemaal naar beneden vlechten. Dit is mijn favoriete kapsel voor Sophia. Het staat er echt heel erg lief. Zo, en dan het elastiekje erin. En we zijn al aan 1 kant klaar. Zo, andere kant. Even goed borstelen. En dan ga ik daar ook vlechten. Het is misschien even oefenen, maar wanneer je het door hebt, is het echt heel gemakkelijk. Zo, elastiekje erin. En het is klaar. Sophia wil nog een appeltje. Tadaa! Dan komen we bij het vierde kapsel. Deze is heel makkelijk. Dit is met een nieuwe collectie Candy Candy van Senner. Die ligt 1 maart in de winkels. En ik maak gewoon 2 staartjes die in elkaar overlopen. Dus dan eerst het eerste staartje. En dan de tweede. Dit is een kapsel wat vooral echt heel erg makkelijk is en wat er gewoon netjes uitziet. Zo. Ook doe ik aan de zijkanten allebei nog even een knipje tegen de losvliegende haartjes. Zo, en dat is het alweer.
En dan de laatste. Hier was ik van plan om hem één kant te gaan invlechten en het te laten overlopen in een staartje. Maar zoals je ziet, denkt Sophia er dus heel anders over. En heeft ze echt geen zin. Nou, dat hebben we dus ook wel eens. En dan probeer ik het gewoon nog een keer. Maar weer niet. En weer niet. Dan gaan we voor de makkelijke oplossing. En doe ik een haarbandje in het haar. Zodat het een beetje uit haar ogen blijft. Want haar haar gaat heel snel in haar ogen hangen. En ik doe er een knotje bij. En zo zit het weer een beetje netjes en verzorgd. Ik zorg dat het haar een beetje over de haarband valt aan de achterkant. En dit was het weer. Dankjewel en doe een duimpje omhoog. Doei doei!